Vooral als je Volendam aandoet, dan ben je zomaar 2 of 3 dagen bij je stoet. Maar uiteindelijk komt het gelukkig allemaal goed. The Folks en de 5 o'clock world. Ik heb daar een videoclip. Nou ja, nee, het was een filmpje, heette dat vroeger. Nou, dat ziet er niet uit, die Folks. Ook een beetje countryachtig. En dat was een soort, ik noem het altijd maar, een per ongeluk hitje. Van wat wij popjongens ook allemaal leuk vinden. Hebben we het allemaal niet over. Ruud Doets hier naast mij. Even heel kort over die grote klap water. Nou, die, dat was veel. Dat was heavy, hoor. Dat was heavy. Mooi. Klaar. De deuren eruit. En als je meer wil weten, het staat allemaal op die prachtige DVD. Die natuurlijk alweer uitverkocht is. Ruud, wel even rond de 18 april. Dat wordt, jij zei terecht bedankt voor de gezellige avond, maar toch eventjes terug. Ja, dat was natuurlijk humor. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar het was wel even erg. Het water kwam overal naar beneden stromen. Je zei toen op een gegeven moment iets heel moois van 13 jaar en weg. Ja, 13, ja. Zo voel je dat, ja. Hoe ik lang denk... heeft dat geduurd, dat nachtje ronddobberen? Nou, 8:30 kwam die klap water over. En 10:00 gingen de eerste mensen van boord. En Ed Terpstra en ik gingen, wij waren de laatste. Die gingen om 10:30 eraf. Dus nou ja, reken maar uit. Overspringen. 12:00 hebben we zo'n Maar beetje. Het was een aardig zeetje natuurlijk. Ja, ja. Maar is dat niet eng? Dat is heel eng, ja. Dat had ik natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Dus ik stond natuurlijk ook te shaken. Dat begrijp je wel. We stonden achterop bij de kombuis. En de reddingsboot die kwam van achteren, ging niet het schip naderen. En dan met de kont tegen elkaar, zou ik maar zeggen. Ja, toen ben ik niet gesprongen, maar ik ben eigenlijk een beetje overgerukt. Twee mannen pakten me beet en die trokken me zo op de reddingsboot. Ja, die waren het wel een beetje gewend. Dus, zo heldhaftig was ik nou ook weer niet, maar zo ging het. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is... ik heb wat meegemaakt. Daarover zo meteen weer. Maar dat overspreken daarna nog eens een keer. Want het schip kon, of tot de reddingsboot, de Benner van Leer. Ja, de Benner van Leer. Die kon de haven niet in. Nee, dus ja. We gingen verder op zee. Omdat het daar wat dieper is en wat rustiger. Tussen twee haakjes. Nou, daar hebben we dan gelegen tot nou ja, zeg maar 9:00 's morgens. Toen zijn we naar de kust gevaren. En hoe laat stond je aan de wal? Dat vertel ik straks verder. Eerst mijn muziek. Fantastische goede plaat. Hij maakt allemaal leuke platen, vind ik. Ik heb hem ook gezien op zo'n filmpje. Mannetje ziet er niet uit, die zoon van Jerry Lewis. Gary Lewis. Echt zo'n watje. Maar ja, laat ik niet te veel zeggen, want het waren toen de 60e jaren, dus hij zal best heel veel fans hebben gehad. Bekende Bovee, maar Persing natuurlijk helemaal kloten. Maar ja, excuus voor de kwaliteit, luisteraars, maar dit is zo'n speciale dag. En als gast hebben we hier naast ons Ruud Doets. Je zou even verder gaan, je wilde het niet vertellen, nee, wat spannend natuurlijk. Ja, ik bouw de spanning op natuurlijk. Een prof. Maar wat ik ook nog even wil vertellen, dat die klap water over het schip kwam. Toen lag dus in één keer de voordeur eruit en een oud ventilatierooster. Er zat een aluminium plaat voor en je houdt het niet van me ook. Dat was net een prop papier. Weg. Weg, ja. Dus dat water stroomde binnen en ik was de enige die in de studio zat. Want de rest zat boven televisie te kijken, want onze antenne was eraf gewaaid. Die stond voor op de bak. Dus ik was dan de enige en toen kwam die klap water over, dus ik... Ja, ik voelde wel dat het niet in orde was. Dus ik loop van de studio naar de gang in waar dan de hutten waren. En de trap naar boven. Nou, die trap dat was net een waterval. En de gang, ja, daar lag al 20 centimeter water. En we hadden altijd pantoffels aan boord. Ja. Want het was natuurlijk heel schoon bij ons en netjes. Ik nog, daar heb ik zo later om gelachen voor mezelf... Ik nog omhoog springen, weet je wel. Om je pantoffels droog te houden. Om mijn pantoffels droog te houden. Maar dat hielp niet zo erg. Maar wat gaat er dan door? Ik bedoel, je komt altijd water komt naar binnen. Je denkt, we gaan zinken. Ja, dat denk je dan.
we vergaan. Maar ja. En dan kom je boven aan die trap en dan zie je dat die hele voordeur eigenlijk weg is. En dan denk je, ja, jee, wat nu? Nou hadden we altijd wat platen hout staan om te knutselen en te verhuurzagen. Dus dan hebben we eerst maar, zo goed en zo kwaad als het ging, een plaat hout voor die deur gemonteerd. Maar hoe dat water en met spijkers gaat dat niet? Hoe? Nee, dat weet ik niet meer hoe we dat nou gedaan hebben. Bouwt en boren in de vliegende storm? Ja, zoiets. Dat weet ik niet precies meer. Maar we hebben het ervoor gekregen dat die wind niet die ruimte inblies. Dus dan wordt het al minder chaotisch, zal ik maar zeggen. Even een soort rust. Even rust, ja. Nou, toen zijn we dus hebben een mayday uitgezonden. Eerst een sleeboothulp gevraagd. En dat werd er gelukkig en die, op... En die sleeboot die kon niet uitkomen. En toen hebben we de reddingsboot gebeld. En die zei, we zijn onderweg. We komen eraan. Zover maar. Zometeen deel 3. Dit is Roy Orbison. Zijn mooie Lana. Oh, beautiful Lana. En Labi. Sonny and Cher. En het is eigenlijk een B-kant van Sing Celavi. Het is helemaal een merkwaardig singeltje. Just You is de A-kant. Maar je zal denken, die bouwman is gek geworden, want we hoorden hem niet vanaf. Maar ik zag op het laatste moment dat het begin een beetje... Hoor maar, bol. Sing Celavi. Maar het valt eigenlijk wel weer mee. Maar ja, dat krijg je... Ik neem nog een slokje water, daar ligt het dan gewoon. Wij horen ze ondertussen wel troost. Troost, hè? Op de klap water. Zo. Nou. Waar waren we gebleven? Nee, dat je voor de haven lag en je kwam er niet in. Oh ja. Nou, dat weten de meeste mensen ook niet. Maar we hebben dus eerst drie proeflandingen gemaakt, zal ik maar zeggen. Ja. We zijn langs de havenhoofden gescheerd. Zeg je dat, gescheerd? Ja. Gegleden. Om te kijken hoe dat zeetje voor dat gat van die pieren, hoe dat water daar, die stroming was. Dat hebben we drie keer gedaan. En de vierde keer, in één keer volle kracht erin. Toen ben ik echt bang geweest. Ik denk dat dit beter is zo, toch? Ja, ik weet het niet. Nou, wat gaan we nu doen? Nee, ik hou hem gewoon jou voor, net als op televisie. Zo van... Ja. Oh, dus... Nou, toen gingen we naar binnen. En je voelde het gelijk dat je... De reddingsboot ging rustiger liggen. Dus een pak van mijn hart van... Nou, we zijn binnen. Want we zaten natuurlijk onder deks. We zagen niks. Alleen een paar patrijspoortjes. En het moment dat we dus die haven binnen gingen... kregen we vreselijk veel water over. En... Nou, dan zag je alleen water en zand door die raampjes. En dat is toch wel een beetje doodeng. Nog eventjes terug naar jullie eraf sprongen. Hij was toch behoorlijk dicht al op de pier genaderd? Ja, hij was binnen de territoriale wateren. En, zag je de lichtjes al? Ja, dat zag je al duidelijk natuurlijk. Ja, ja, momenten van wanneer gaan we er nu af? Maar wanneer stond je nou echt daadwerkelijk op de kade dat je denkt, hè, vaste grond? Nou, dat was een uur of 10 of zo, 9:45. S'ochtends? S'ochtends, ja. Dus we hebben zeg maar zo'n 12 uur op zee liggen dobberen. Nou, de helft van de bemanning was mensen die nooit ziek waren, die waren nu ook ziek op die reddingsboot. Dus, en we waren, een hoop mensen waren nat, ik was ook nat tot mijn middel zowat. En zo'n reddingsboot is natuurlijk heel klein. Dus je lag gezellig zo naast elkaar, zou ik maar zeggen. Je probeerde toch een beetje te liggen. Nou ja, zo ging dat zo'n 10 uur, 12 uur door. Dus je begrijpt het wel, ik was op en versleten. Gene Pitney. En wat schrokken we toen we dat hoorden dat hij ook niet meer onder ons is. Het was zijn eerste grote hit en zeker in Engeland en in Nederland. It hurts to be in love. Help Veronica, help her alone.
die singeltjes draaien hebben één voordeel. Je kan even gauw kijken van wat er ook precies op staat. Is het nou Jimi Hendrix of is het de Jimi Hendrix Experience? Even kijken. Oh ja, Jimi Hendrix Experience. Want met dat soort toestanden wordt met cd'tjes en verzameldingen volledig de hand gelicht. Denk niet wat daar jaartallen, daar zijn ze ook zo slecht in. Ik kwam laatst iets tegen van, ik noem deze All Along the Watchtower, 1983, huppakee, maakt het uit. Zit weer zo'n diepgeit, zit dat in te tikken. Hè? Jij had daar even niet zo'n last van toen. Jij stond op die kade en toen dacht je van één ding, zo snel mogelijk naar huis. Nou, nee, we zijn eerst nog even naar het schip gegaan. Hè. Toch nog, hoe die erbij ligt. Ja, tuurlijk. Moest even kijken hoe de situatie was. Hij lag daar met alles, hè? Dus lichten, brandend, de motor. Zo is hij wel het strand opgegaan. Maar of die... Ja, die aggregaten die hebben natuurlijk koeling nodig. En dat zuigt hij natuurlijk uit zee op. En als dat systeem natuurlijk verbroken wordt, dan gaan die motoren automatisch uit. Die zijn beveiligd. Als ze geen koeling krijgen, dan gaan ze uit. Maar dat weet ik even niet hoe dat precies gegaan is. Nee, ik ook niet. Op alle filmpjes zie je ook gewoon dat die erbij ligt met alle licht altijd aan. Ja, ja. Dus waarschijnlijk, misschien hebben ze dat opgestart weer. Dat weet ik niet. Maar vrij snel zat er ook meteen weer bemanning aan boord en zo. Jullie waren eraf en zo. Maar hoe ging het met die andere jongens dan? Ja, dat was natuurlijk de afwasploeg. Hè. Die stond natuurlijk al klaar. Die gingen gewoon naar hun werk? Ja, die gingen naar hun werk, denk ik. Ja. Alleen, of je nou op het strand lag of niet, maakt er niet uit. Nee, natuurlijk niet. Moet bemand zijn, een schip. Ja, dat is. Wat zat er ook weer precies aan boord? Even voor mijn herinnering, hoor. Waar bestond een weekploeg uit? Nou, de technische afdeling, dat waren meestal man of vier. Dan had je de nautische afdeling, dat waren er kapitein, ook een man of vier, denk ik. Nou, kok uiteraard. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Dus bij elkaar? Valt erg mee, man of 10, 12. Nou, vind ik toch netjes, ja. Want zo groot was er niet. Nee, maar ja, het moest goed onderhouden worden en... En allemaal tegelijk. En hoe staat dat als iemand een ander net wilde kijken op de televisie? We hadden niet zoveel netten toen, dus we hadden drie netten. Twee. Twee of drie. Toch keuze, kan je toch ruzie om? Ja, kan je ruzie om krijgen. Nou, dat ging altijd wel goed. Dus daar hebben we nooit ruzie om gehad. Alleen bijvoorbeeld met schaatsen. Dan, als je dan in de mesroom zat, dan zat je een week naar schaatsen te kijken. En als je dan niet van schaatsen houdt, dan word je er op een gegeven moment wel een beetje gallisch van. Het stond meestal nogal hard, dus... Ruud Doets, ik wil je hartelijk danken voor deze nieuwe openbaring over de 18 april en de stranding. Dames en heren, graag een applausje voor Ruud. Die krijgt zijn welverdiende pilsje. Wij maken het uurtje nog eventjes gewoon lekker vol met wat favoriete Veronica Gouwe. Ouwe, zoals dat heet. En om 6:00 hebben wij dan de... Oh, hoor hem eens kraken. Die is van tevoren behandeld geweest. Dit is Georgie Fame. Gotta go. Ready, girls, take a look outside. Don't mind the weather, girl, let's take a ride. Get away. Oh ja, om 6:00 Joost te draaien en om 7:00 de Lex Harding Show. En het gaat de hele avond tot 2:00 vannacht door met de hysterische, historische programma's. Just get away.